Na mijn vlog in Monaco en nadat ik 1000 keer in het zwembad was geplonst, was het tijd om weer terug te gaan naar Nederland. Maar er was nog één laatste belofte die aan mij gedaan was. We zouden net als in mei 2018 teruggaan naar Taizé. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo en welkom bij Harme Frodo vlog 73. En hoe kan je een vakantie natuurlijk beter beginnen dan met een goede duik in het zwembad bij het huisje? Dit is een Salon Duté, maar ze verkopen ijs. De antiquit is toch gekwit. Verder gingen we nog naar een plekje grond waar de grond toevallig rood is. En daar werd meteen een toeristische trekpleister van gemaakt met kaartjes van 3 euro per stuk. Vlak voordat we weggingen zagen we nog een immens grote bosbrand. En toen moesten we echt gaan vertrekken, wat natuurlijk ervoor zorgde dat we heel lang met de auto moesten gaan rijden. En toen kwamen we eindelijk aan op de allereerste parkeerplaats. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo. We zijn op de eerste stop van deze dag, 4 uur rijden. Dus dat is, we zijn nu over de helft, dus we moeten nog iets van 1,5 uur voordat we er zijn. En inderdaad, we waren toen nog maar net over de helft. En toen zaten we inderdaad nog ongeveer 1,5 uur lang te kijken naar alles wat voorbij kwam in de auto. Heel interessante bezigheid. Maar gelukkig waren we er daarna. En toen hadden we gelukkig een mooie kamer in een mooi dorpje waar we lekker konden gaan eten voor die avond. Dit is de kamer waar we vannacht overnachten, wat best wel een grote kamer is. Maar we delen het met 4 personen, dus dat is iets minder. Maar daarna gaan we ook nog naar een dienst in Taizé vanavond na het eten. Dus we hebben nog wel genoeg te doen hier. Shoutout naar alle mensen die altijd zo vloggen. Vraag je je hier ook af of je een bank aan het beroven bent of gewoon aan het douchen bent? Ik weet niet precies wat dit allemaal is, maar tja. Nog een spiegel, superleuk. Altijd prachtig. Toen gingen we nog een paar minuutjes even leuk doen in een klein stadje in de buurt. We zijn nu aangekomen in Taizé, waar ik ongeveer 14 maanden geleden ook al ben geweest. En het voelt alsof er in die 14 maanden echt helemaal niks veranderd is. Het is wel grappig dat ik nu hier 14 maanden geleden echt in het begintijdje van mijn YouTube-kanaal rondliep. En nu 14 maanden later zoveel vooruitgang heb geboekt en hier eigenlijk weer terug ben dan. Het lijkt wel de binnenstad van Amsterdam. Precies zo. Toen had ik zo opgenomen. En dat was nog maar de eerste dag van de terugreis. En na een korte nacht slapen, begon de tweede dag van de terugreis. En niet te verbazen was die dag precies hetzelfde. Goedemorgen kijkers van Harme Frodo en welkom bij deze tweede dag van de vlog. Vanochtend zijn we vertrokken uit de omgeving van Taizé en nu zijn we op de eerste stop van vandaag.
Goedemiddag, het is middag en we zijn hier in de middag. Dit is de laatste stop van vandaag, dit is Maastricht. Net voorbij, of dat komen we nog langs, ik zat heel even niet op te letten. En dit is de laatste stop. Zo, de vakantie is nu officieel voorbij. Tenminste de vakantie dat ik op vakantie ben. En nu komen er voor mij nog maar een paar weken aan voordat school weer begint. Dit is de allereerste stop van dag 2 van het rijden. Huisje in Zuid-Frankrijk.